Welkom op Bedrijfsterrein Oosterveld. Dit bedrijfsterrein is gevestigd aan de noordoostkant van Hengelo. Het heeft een gunstige ligging tussen de A1 en de provinciale weg naar Oldenzaal. De afslag van de A1, Hengelo-Noord, ligt direct naast de deur. Nou, we zijn hier dus net gevestigd. 6 december werd de eerste algemene ledenvergadering om het kennis te maken met hier alle leden en ondernemers. 2 jaar geleden hebben wij 201 zonnepanelen geplaatst om onze energielast met 60% te reduceren. Oosterveld is natuurlijk een mooi, schoon, modern industriegebied. Ja, dat vind ik wel een trigger. Ook voor klanten die bij ons op bezoek komen. Ik ben Raymond van Kleef, ik ben mede-eigenaar en oprichter van Alientrick. Matje Tanke, directeur-eigenaar van de TMI Groep. Robert Stoelers, eigenaar van Autoschade Nijland. Uiteraard reparatie aan het kleinvervoer en grootvervoer. We onderscheiden ons in ook het restylen van auto's. We hebben 44 jaar in het Baddeleslaantje gezeten. Daar zijn we uit ons jas gegroeid voor de vierkante meters en de efficiëntie ook binnen het bedrijf. Om de locatie en de aanrijroute via de A1 zijn we echt goed bereikbaar. Alientrick is een strategisch ontwerpbureau. Ja, we doen alles op het gebied van marketing, communicatie, strategisch. Dus we maken plannen, we doen een stuk creatie. We werken met de bedrijven natuurlijk wel samen voor gezamenlijk inkoop van energie. En hoe de afval, de toegangswegen bewaken, dat doen we collectief samen. Maar ook het beleid, het esthetische ervan, dus het groen onderhoud, dat doen we dan samen. Nou, succes is dat mensen gewoon aankomen rijden van wat doen jullie eigenlijk? Tot aan hier zou ik graag willen werken. Wij zijn een bedrijf dat in de metaal bezig is. Wij draaien, frezen, bewerken dus allerlei metalen. Daarnaast hebben wij een onderneming die zich bezighoudt met de processing van foodindustrie. We zijn nu met een kleine 7.500 meter en we willen graag aankomend jaar gaan groeien. Ja, we hebben natuurlijk in Hengelo een mooie ligging. Kijk, je bent hier met 2 minuutjes ben je op de snelweg. Dus voornamelijk onze buitenlandse klant is het natuurlijk ideaal om dit te vinden. Dat was natuurlijk ook een reden om hierheen te gaan. De bedrijven die hier gevestigd zijn, hebben een gemengd karakter en variëren van kleine tot middelgrote bedrijven. Maar er zijn ook bedrijfsverzamelgebouwen gepland, waarbij er kleinere units gekocht of gehuurd kunnen worden. Oosterveld is een overzichtelijk en net terrein, zonder buitenopslag in het zicht. Het heeft een karakteristieke en opvallende uitstraling door een goed beeldkwaliteitplan. Naast dat er enorm veel groen op het park zelf is, ligt het ook dichtbij de groene en populaire woonwijk De Hasselen S. Het park heeft een vriendelijk en kleinschalig karakter, waardoor er samenhang onderling tussen bedrijven mogelijk is. Daarnaast heeft Bedrijfsterrein Oosterveld een eigen actieve ondernemersvereniging en een parkmanagement. Waar ik natuurlijk blij van word, is dat we mooie tv-commercials maken, mooie shoots, mooie campagnes neerzetten. Maar waar ik echt blij van word, is dat ik dat samen doe met mijn collega's. Nou, puur de passie wat je eruit haalt. Als je ziet waar je begonnen bent en wat er nu staat, wat je bereikt hebt, ja, daar zijn we trots op. Nou ja, dat wij als onderneming natuurlijk dat kunnen doen wat wij afspreken met onze klanten. En als aan het einde van de dag dat weer allemaal waargemaakt is, nou, dan is dat voor mij de voldoening. Er zijn nog kavels beschikbaar, zoals de kavel hier achter mij. Hebben we uw interesse gewekt? Neem dan contact op met onze accountmanager van Oosterveld.